Wat hebben Facebook, Amazon en andere livestreambedrijven met elkaar gemeen? Welke businessmodellen hanteren zij? Wil je meer weten hierover? Kijk dan verder. Hi, welkom. In deze video ga ik businessmodel nummer 2 met je bespreken. Ik ga je een aantal voorbeelden laten zien hoe je deze kan gebruiken in jouw voordeel. Heb je vragen hierover, stel ze gerust. Ben je nieuw bij deze kanaal, vergeet niet te abonneren en deze video te liken. Laten we maar beginnen. Om dit businessmodel uit te leggen, moet ik eerst een situatie even tekenen, zodat je een beeld hebt waar het precies om draait. Zodra je een overzicht hebt van waar het precies draait, dan weet je ook wat ik bedoel met bepaalde dingen. Er zijn 3 bedrijven die gebruik maken van dit businessmodel. Het perfecte voorbeeld hiervan is gewoon Amazon, hun businessmodel. Let op, Amazon heeft dit businessmodel, want Amazon heeft ook meerdere businessmodellen. Daarnaast heb je livestreambedrijven die ook gebruik maken van dit businessmodel. Een ander perfect voorbeeld is ook Facebook die maakt gebruik van een businessmodel. Je zou waarschijnlijk denken, maar er zijn grote bedrijven die maken gebruik van dit businessmodel. Hoe zit het met ik als kleine bedrijf? Of ik als een 1 persoon? Hoe kan ik ermee beginnen? Hoe kan ik dit businessmodel gebruiken? Nou, ik heb goed nieuws voor je. Voor jou als persoon, jij kan dit ook gebruiken. En dat ga ik nu even laten zien aan de hand van een voorbeeld. Eerst ga ik even de situatie tekenen, zodat jij weet van hoe het precies zit. En vervolgens ga ik het businessmodel laten zien en dan kan je gewoon zelf bekijken hoe het werkt. Heb je vragen hierover, laat me hieronder weten. In de toekomst ga ik een cursus maken over dit businessmodel, hoe je dat kan gebruiken in jouw voordeel. En wat je allemaal nodig hebt om het uiteindelijk te realiseren. Want het is best wel simpel. Het kost alleen maar tijd om even te realiseren en het gewoon uit te voeren. Laten we maar beginnen. Bij dit businessmodel heb je altijd 3 partijen. Je hebt evenement of iets dat offline gebeurt. En je hebt ook iets dat online gebeurt. Daarnaast heb je zelf een eigen platform. Of in ieder geval, dit is jouw bedrijf. En dan heb je gewoon je eigen platform. Social media platform. Dit businessmodel kan je gebruiken als bedrijf als je social media platform bent. Of je bent gewoon een IT bedrijf die online is. Zoals je kan zien heb je in dit voorbeeld webshops. Dus retailers, dus die iets gewoon verkopen. En vervolgens heb je hier evenementen. Stel je voor, je hebt een bedrijf en je bent een livestreambedrijf. Dan zit je hier. Jouw organisatie zorgt ervoor dat mensen die dit evenement bezoeken een online experience en een offline experience krijgen. Met andere woorden, ze bezoeken gewoon een evenement. En ze kunnen gewoon het product of dienst gewoon online bestellen, gelijk online bestellen op de website of op social media. Dus dan kunnen ze gelijk hier afnemen. Jouw bedrijf krijgt een commissie van de webwinkel voor elke persoon die via de livestream gewoon iets bij de webwinkel koopt. Maar jouw bedrijf krijgt ook een commissie voor het organiseren van de livestream. Dus met andere woorden, je hebt 2 inkomstenbronnen. Ik heb het nou alleen maar over de inkomstenbronnen. Wat moet jij regelen? Je moet ervoor zorgen dat een livestream is. In ieder geval die diensten moet je dan verlenen. En je moet ervoor zorgen dat er een connectie is tussen de livestream en de webshop. En dat doet Amazon ook. Amazon die connect heel veel bedrijven met elkaar. En die zorgt dat mensen kunnen bestellen bij Amazon. Vervolgens kunnen ze dat, wordt het gewoon opgestuurd via Amazon. Het voordeel van livestream is dat als je iets livestreamt, dan wordt het gewoon automatisch gepromoot op Facebook of YouTube of wat dan ook. Dus met andere woorden, je krijgt snel een melding van, oh, die is live. Of op Instagram, oh, die is live. En het gevolg daarvan is, mensen zien jou. Dus je krijgt snel mensen in jouw stream. Het mooiste daarvan is, je kan mensen gelijk doorleiden naar bepaalde winkels of gewoon iets verkopen in die stream. Maar het is niet simpel om iets te verkopen, maar het is wel simpel om mensen door te verwijzen naar een bepaalde webwinkel. Dus zo ziet dit businessmodel eruit. Dus je krijgt 2 inkomstenbronnen. En je hoeft alleen maar de stream te regelen. En de hosting daarvan te regelen. En de kosten voor de hosting ligt eraan waar je het gebruikt. Maar het hoeft niet hoog te zijn als je bepaalde technische kennis hebt. Met een simpele laptop kan je gewoon dit realiseren. De kosten ervan hoeven niet hoog te zijn. En ik ga je nu even laten zien hoe het businessmodel precies werkt. Zoals je hier kan zien zijn we bij het businessmodel. Je belangrijkste partner zijn de offline evenementen. Of organisatoren die dat organiseren. En de retailers. Je bent gewoon een tussenpersoon. En jij regelt gewoon de communicatie tussen de livestream en de retailers. Belangrijkste activiteiten dus die jij doet is gewoon platform
realiseren, dus de livestream realiseren en vervolgens alles eromheen regelen. Dus je hebt gewoon een platform nodig. In de toekomst zou ik gewoon een cursus hierop bouwen hoe je dit gewoon kan realiseren binnen een aantal dagen, zodat je dit gewoon als dienst kan aanbieden. En de waarde die je aanbiedt is gewoon letterlijk dit. Mensen zien horen, dus mensen zien het gewoon offline. En vervolgens kunnen ze een bijdrage leveren bij het evenement zelf. En van het evenement krijg jij een bijdrage. En de mensen die de evenementen bezoeken, die heb je dan gewoon hier. Je hebt ook andere mensen die een online en offline experience zoeken. En die kunnen gelijk dingen consumeren, dus bij de webwinkel. Maar ze kunnen het ook meemaken. Dus met andere woorden, ze zijn niet per se bij het evenement zelf, maar ze kunnen het ook wel bij de stream gewoon meekijken. En ze kunnen ook gelijk bepaalde dingen kopen, bijvoorbeeld een shirt kopen of wat dan ook. De kanalen die je hiervan gebruikt zijn gewoon Facebook, YouTube of andere streamingkanalen. Soms kan het ook gaming zijn of wat dan ook. Maar in ieder geval, dat zijn die dingen dat je gebruikt. Je zou je waarschijnlijk vragen, wat zijn mijn inkomstenbronnen? Nou, je krijgt inkomsten van het evenement zelf, dus zij betalen voor die livestream. Maar je krijgt ook inkomsten van de webwinkels waarbij jij die klanten doorverwijst om bepaalde producten te verkopen. Vooral als een order plaats heeft gevonden. Dus dat zijn je inkomstenbronnen. Je zult je nu waarschijnlijk vragen, wat zijn mijn kosten dan? Nou, de kosten die je maakt is gewoon de hostingkosten. Soms kan het hoog zijn, soms kan het laag zijn. Het ligt eraan hoe je die streaming inricht. En dat hoeft niet heel ingewikkeld te zijn. En daarnaast moet je ook nog betalen voor aanwezigheid online, aanwezigheid en vindbaarheid. Als je dit gewoon goed inricht, dan is het redelijk om te doen. Ik hou van ondernemers met passie en ideeën. Soms is het voor mij gewoon vermoeiend om te zien dat een idee verloren gaat, puur omdat een bedrijf geen goede businessmodel heeft. Heb je wat gehad aan deze businessmodel? Gebruik het in je voordeel. Vond je deze video praktisch? Deel het met je vrienden, familie en businesspartners. Ben je nieuw bij deze kanaal? Vergeet niet te abonneren en deze video te liken. In de volgende video ga ik businessmodel nummer 3 bespreken. Tot in de volgende video.